De Zevende Hemel. Een Nederlandse drama musical. Met Halina Rijn. Ja. Huub Stapel. Thomas Agda. Noortje Herlaar. Jan Kooijman. En een vrouw die een van de belangrijkste rollen speelt, maar waar we gewoon even de naam niet van weten. Komt nu in het scherm. Komt nu in beeld. Ja. Je gaat toch, je ziet een trailer en je gaat toch met een bepaalde verwachtingen naar zo'n film. Holy shit, die trailer was kut, hè? Ja, die trailer heeft de film niet zo heel veel goed gedaan. En dan denk je van, oh my god, this is gonna be even worse. Het is alsof de Nederlandse film blijft graven, weet je wel, ja. Op zoek naar dat dieptepunt. Ja. Ik vind het heel goed dat we geen trailerreactie op hebben gemaakt. Ja. Want dat had geen recht gedaan in deze film. Nee, want dat is de verrassing. Het is gewoon een hartstikke goede film. Het is gewoon een goede film. Wat zou je hem geven? Ik geef hem toch een smiley. Mm-hmm. Omdat er wel echt verbeterpunten aan deze film zitten. Absoluut. Maar ik heb genoten. En ik denk er met veel plezier aan terug. Ja. En jij? Ik geef hem een hartje. Ik kan alleen maar zeggen, hoe goed Tonio ook misschien is, ik vind dit persoonlijk de beste Nederlandse film van het jaar. Hij is wel origineel. Ja. Antonio, het is een moeilijke keuze. Ik vind ze heel moeilijk te vergelijken, hoor. Weet je wat het is? Ik vind Antonio is natuurlijk een hele goede film. Is geweldig geacteerd. Is echt een waardige film, weet je wel. Dat is echt zo'n goede film. Dit moet je goed vinden. Ja, tranentrekker, drama. Oh, hoog drama en literair, weet je wel. Dit is een elite film. En dit is gewoon, maar dit is een publieksfilm. Ja. En ik kijk gewoon hiernaar als iemand die gewoon een ervaring wil bij een film, weet je wel. Ik ga naar de bioscoop om iets te voelen. Ja. En dat had ik met deze film wel en met Antonio niet. Ik was echt geraakt door deze film. Absoluut. En met name door het laatste half uur is ijzersterk. Laten we even, want we gaan misschien een beetje door. Ja. Waar gaat de film over? Nou, een familie. Ja. Uit al die mensen die we net noemen. Je hebt een vader, je hebt een moeder. Die hebben samen een restaurant. Die hebben kinderen. Ze zoeken een opvolger voor dat restaurant. Ja. Eén zoon is helemaal vervreemd. Ja, dat is Thomas Agda. Ja, precies. En Halina Rijn zit in een wat slechte relatie. Maar die is runner-up voor het restaurant. Ja, of haar man is runner-up. Haar man, ja. Inderdaad. Die is een goede kok. Er gebeurt nog wat ellende en zieke dingen. Maar de familie moet in ieder geval weer samenkomen en helen. Ja. Het is gewoon een mooie film over een familie. Ja, ja. En het is een beetje gek. Het duurde even voordat ik erin zat. Want het begin is niet goed van deze film. Nee. Het begint met een liedje die wel goed is. En er wordt iedereen heel mooi geïntroduceerd. Visueel ijzersterk. Ja. En dan komt er nog een liedje. Oh, De Zevende Hemel. Dat nummer. Poef. Die vind ik zo stom. Ja, die zat dus ook in de trailer. Ja. En als ze nou één van die andere liedjes hadden gebruikt, was de trailer ook automatisch veel beter. Ja, en ik kan ook wel vertellen waarom dit liedje ook waarschijnlijk ook niet goed werkt. Omdat je in een goede musical, dan duurt het eventjes voordat iedereen samen aan het zingen is. Ja. En nu heb je al in de tweede scène dat iedereen aan het zingen is in één scène. Ja. En dat is gewoon kut. Het is heel verwarrend. Ja, en ik snap wel dat hij erin zit, maar werkt niet. Nee. Je hebt die binding nog niet met de personages. Dat ze met z'n allen al in volle borst aan het zingen zijn. Dat moet opbouwen. En daar komen nog een paar liedjes. En dan aan het begin heeft hij een beetje het probleem dat het steeds voelt als, we hebben scènes, mm-hmm. Praatscènes, liedje, praatscènes. En ik had die liedjes er net zo goed uit kunnen halen en het verhaal was niet anders geweest. 0,0. Ja. Liedjes voegen qua verhaalvertelling niks toe. Ja. No. En dan komt er in de film een kantelpunt. En welke is dat? Dat is volgens mij het liedje van Claudia de Breij. Thomas Agda. Thomas Agda, ja. Ja. Dan gaat Thomas Agda een liedje zingen. Ik leef niet meer voor jou, van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. En dat is het moment dat het liedjes verhaal gaan vertellen. Ja, want dat is een stukje dialoog tegen de andere persoon die daar staat. Ja. En Thomas Agda, oh my god, die doet dat gewoon heel erg goed. Die acteert. Ja. Die acteert en zingt. Hij praat zingt. Ik kan het niet beter omschrijven dan hij praat zingt. Nee. Het is niet alleen maar een ballade of hoe noem je dat, serenade. Maar het is ook echt, hij richt het tot iemand. En dat doet hij echt niet. En vanaf dat punt worden de liedjes steeds beter. Ja. En er zit nog dat liedje van Claudia de Breij zit erin. Ook bij een hele mooie dansscène zit dat. En het wordt steeds beter en beter. En dan op een gegeven moment in de film komt er nog een kantelpunt. Dat de film een beetje gaat focussen op de moeder. Mm-hmm. En dan schiet hij echt de hoogte in. Ja, dat is echt heel goed. Ja. Er zit een heel sterk dramatisch verhaal. Ja. Echt supergoed. Ja, het is zeker niet de beste musical. Nee. Weet je wel, het is, als musical is het
wordt beter, maar niet briljant. Maar als drama is het het beste commerciële familiefilmdrama sinds Alles is Liefde. Ja, en ik vond dit leuker dan Alles is Liefde. Ja, ik ook. Ik vind deze beter. Deze is gewoon dramatisch beter. En is me meer bijgebleven en is leuker. En ja. Kijk, Alles is Liefde anders nog maar een keer. Die is toch een beetje... En ik denk dat dit wel de tand des tijds wat langer doorstaat. Ja. Dat is gewoon goed. En het is een origineel verhaal. Het is een origineel verhaal. Het is niet een rip-off van... Nee, van... het is nergens op gebaseerd volgens mij. Volgens mij niet. Dus misschien moet je... Of je moet ons nu verbeteren. Maar het is gewoon goed. Ja. Het is gewoon echt goed. Echt respect. Hij is geregisseerd door Job Goschalk. Moet ik altijd even goed zeggen. Casting director, toch? Die iedereen waarschijnlijk wel eens ergens gecast heeft. Dus iedereen is wel hem dankbaar. En wilde dus wel voor deze film kunnen komen. Maar hij weet wel wie hij op welke plaats moet zetten. Ja. Want de acteurs, jongens... Het is echt perfect gecast. Doen het echt super. Ja. En dat vind ik dus echt leuk aan de film. Weet je wel, je hebt bij elke Nederlandse film, zonder uitzondering, is er altijd wel iemand van je denkt van... Ja, nee, die was niet zo goed. Nee. Ja, nee. En deze film, uniform. Zelfs Jan Kooijman is supergoed. Dat wou ik zeggen. Ja. Want ik bedoel, je kijkt de trailer en denkt... Holy crap, Jan Kooijman zit erin. Dan ben je altijd een beetje bang dat ze gewoon een goede tijden, slechte tijden publiek willen aanspreken. Ja. Maar hij doet het gewoon goed. Hij speelt goed. Hij doet het en ik heb goed. Wel het idee van, er zit één keer zit er een scène in, daar wordt gezegd van, hij heeft een paniekaanval gehad. Yeah. Die zien we niet. Nee. Wat altijd denken. En ik denk dat dat waarschijnlijk niet zo goed gespeeld was. Nee, Jan Kooijman die een paniekaanval moet. Het is ook niet een hele getrainde acteur natuurlijk. Nee. Voor dat soort dingen. Dus ik snap wel dat hij dat misschien niet haalt. En dan is het gewoon heel verstandig dat je dat eruit knipt. Ja. Ik denk wel... Wie vond jij de beste acteur? Wie was jouw favoriet? Ja, ik denk... die moeder. Dus die waarvan we de naam niet weten. Ja. Of Thomas Acta. Ja. Die twee. Voor mij is Thomas Acta. Gewoon toch... Ik vind Thomas Acta gewoon heel goed. Ja. Ik vind dat zo'n apart figuur in de acteerwereld. Die vind ik zo, hij doet het altijd zo goed. Ja, en ik vind het leuk, meestal speelt hij een beetje zo de goedzak. En hier heeft hij ook toch nog een echt mooi dramatisch randje. Zeg maar. Hij is de goedzak, maar wel een beetje de gebroken goedzak. En het is een vergelijkbare rol met wat hij heeft in Alles is Liefde. Ja. Want dat is gewoon zijn sterke kracht. Ja. Inderdaad, de goedzak. Ja. Maar dat doet hij zo goed. Ja. En hij heeft hier dan toch wel een klein ander tweakje, wordt er toch wel weer een andere rol of zo, zeg maar. Hij is een beetje boos. Ja, hij is boos en een beetje gekwetst en trots. En maakt hem toch weer goed. En hij was heel goed. Maar die moeder vond ik ook heel goed. Ja, nee, die moeder is super goed. Omdat zij is ook eigenlijk het dramatisch hart. Zij is het hart van de film, zeg maar. Alles draait eigenlijk is naar die moeder een beetje te herleiden, zeg maar. Maar ik vond Huub Stapel ook goed. En het is gewoon een hele goede film. Jullie verdienen iemand die van je houdt. Zoals mama en ik van elkaar houden. Er worden een paar dingetjes opgezet in de film. En denk je, oh, dat gaat zo worden. Of, oh, dat gaat zo worden. En er wordt dan niet afgerond. Nee. Er wordt dan niks mee gedaan. Nee. En ik ben dan heel erg benieuwd of ze dat in de edit dachten van... Het wordt te veel, mensen. We moeten ons gewoon focussen op één ding. Ja. Want dat gevoel heb ik een beetje. Dat deze film is gemaakt uiteindelijk in de montagekamer. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er veel gesneuveld is. Ja. En degene die daar vooral het slechtste van afkomt is denk ik Halina Rijn. Ja. Ik heb het idee dat haar verhaallijn is de zwakste. Die had dus daar had meer. Ja. Er zat meer in, denk ik nog. Ja. Maar het is wel, wil ik even zeggen, een uitstekende keus. Ja. Van degene die dit heeft gemonteerd of daar verantwoordelijk was voor die keus, als die zo is gemaakt. Ja. Misschien is de. Ja, precies. Want het is gewoon grappig. Veel begint en het gaat allemaal lijntjes uitzetten. En dan op denk ik driekwart of zo, dan gaat het ineens weer zo. En dan schiet die film. Die film wordt echt beter en beter. Het is echt een film waar je soort van aan het begin denkt van oké, maar. En hij groeit. Je groeit in die film. En tot echt een heel goede climax. Maar hij heeft me echt geraakt. Ja. Ik zat echt in de tweede helft. Dat ik echt met waterige oogjes en trillende onderlip zat ik naar die film te kijken. Ja. Echt goed. En dat is het, weet je wel. Kijk, als een film je toch een soort van emotionele ervaring geeft. Dan is taal, weet je wel. Dat maakt het allemaal niet uit. En dat deed hij. En daarom is dit gewoon een hele goede film. Ik heb hier hoe simpel dan ook, ik heb hier een ervaring gehad, weet je wel. Ja. Ik heb iets gevoeld bij deze film. En dat heb ik bij, zoals ik zei, Tony niet. En daarom vind ik dit gewoon echt een hele mooie film die ik zou aanraden. Ja, zit ik met mijn smiley. Is best kut eigenlijk. Is wel een beetje zuur. Zal ik hem dan toch gewoon maar een hartje geven? Klein hartje? Heb je wel overtuigd. We hebben toch zo'n goed gesprek? We hebben zo'n gesprek, ja. Dan denk je toch, wat zeg ik nou te bitchen op een paar van die kleine dingetjes die fout zitten. Zeg maar, er zijn, weet je wel... Er zijn zoveel films, er is bijna geen film waar iets op aan te merken is, weet je wel. En het gaat erom, heeft deze film een klein plekje in je hart gekregen? Ja, toch wel gek genoeg. Ja. Oké, hartje.
Had je, jongens. Kijk. Gewoon, doe ik gewoon. Kijk. Doe ik gewoon. Nou, iedereen blij. Wat zijn we positief de laatste tijd. Godsamme. Ik weet niet zo goed hoe dat moet. Ik hoef deze film niet nog een keer te zien. Want ik denk niet dat die dan... Nee, de ervaring wordt nooit meer hetzelfde. Nee. Ook omdat je gewoon niet zo goed wist wat er ging gebeuren. Ja, en... Dat... En als je echt een bloedhekel hebt aan Nederlandse film, gaat deze film je echt niet overtuigen. Nee. Dan moet je er gewoon niet heen gaan. En als je denkt van, oh my god, mensen gaan zingen in een film en dat lijkt me echt the worst, ook niet gaan kijken. Nee. En als je denkt, dit is een briljant meesterwerk. Nee, dat is het ook niet. Maar het is gewoon een film, verwacht niet te veel, ga er gewoon naartoe en reken op gewoon een mooi anderhalf uur van je leven. Gewoon vermaak, weet je wel. Een uitstekende bioscoopervaring. Ja. Gewoon heel goed. Ja. Dus kijken. Nu kijken. Doen. Oh nee, doen. Vanaf morgen. Hij komt. Ga gewoon kijken. In ieder geval kijken. Oké, dag. Maak dit tot een succes. Doei. Doei, dag. Ik wil nog even.